Goedemiddag, mijn naam is Jessie Pauwels, Country Manager bij Trimble Transport & Logistics in België. Hartelijk welkom op dit webinar. Voor de sessie van vandaag neem ik u mee naar twee functionaliteiten waar onze klanten reeds geruime tijd vraag naar hadden. De eerste betreft de mogelijkheid om eigen rapporten te creëren. De tweede betreft een tool die toelaat de vloot op te volgen zonder daarvoor voor de computer te zitten. Onze reporting tool laat toe aan de hand van filters en drill-down functies eigen rapporten te creëren. Onze Fleet Cockpit Mobile laat toe om de vloot op te volgen op een smartphone of tablet net zo efficiënt als wanneer u dat tijdens de kantooruren zou doen. Ik wens u een fijne kennismaking met deze nieuwe oplossingen. Met de nieuwe reporting module kunt u uw productiviteit en efficiëntie verbeteren met behulp van boordcomputerdata. De reporting module biedt een aantal standaard rapporten voor gemeenschappelijke KPI's. Met behulp van vooraf gedefinieerde of zelf configureerbare filters en drill-down functies kunnen wagenparkbeheerders inzoomen op de gegevens die voor hen belangrijk zijn. Om toegang te krijgen tot de reporting module moet u eerst aanmelden in Fleet Cockpit, waar u dan in de menubalk kan klikken op het reporting-icoon. Het beginscherm is altijd het overview-dashboard. Met de menubalk in de rechterbovenhoek kan u navigeren in de reporting-module. Het overview-dashboard geeft u een overzicht van uw FMS-data. Beweeg met uw muis over de grafieken om exacte cijfers weer te geven. Als u over de grafieken beweegt, krijgt u in de rechterbovenhoek ook twee symbolen te zien om de grafiek te maximaliseren of om de data weer te geven in een ander soort grafiek via de View Selector of om deze te exporteren naar een PDF of Excel-bestand via Export As. U kan ook meer gedetailleerde rapporten raadplegen van chauffeurs, voertuigen, telefoniedata en alarmen. Klik eerst op Overview linksboven en selecteer Detailed Reports. Daarna kan u wisselen tussen de verschillende rapporten door op de rapporttitel te klikken. Automatisch wordt de Driver Activity Report geopend wanneer u voor de eerste keer wisselt van overview naar gedetailleerde rapporten. Dit rapport geeft de data weer van de activiteiten van alle chauffeurs. Ook hier krijgt u meer gedetailleerde informatie wanneer u met uw muis over de grafieken beweegt en hebt u dezelfde opties om de grafieken anders te visualiseren, te exporteren of te maximaliseren. Indien u wilt filteren op één of meerdere chauffeurs, klikt u in de menubalk rechtsboven op de filterknop. Wanneer u klikt op Driver, hebt u de keuze om te filteren op chauffeursgroepen, Driver Group, of individuele chauffeurs, Driver. In het volgende scherm selecteert u dan de desbetreffende chauffeurs of chauffeursgroepen. Aan de linkerkant van het scherm kan u ook nog andere filters toepassen. In plaats van te filteren op het aantal dagen, kan u hier ook filteren op vorige maand of een tijdsperiode selecteren. Naar gelang uw selectie in dit vak, hebt u nog twee andere filteropties. Indien u filtert op aantal dagen, kan u het aantal aanpassen in het tweede vak, dit staat automatisch op 7, en kan u in het derde kader de startdatum selecteren. Indien u last month selecteert, kunnen de andere opties niet aangepast worden omdat u enkel data van de vorige maand te zien krijgt. Als u kiest om een tijdsperiode weer te geven, kan u in het tweede en het derde kader respectievelijk de start- en einddatum selecteren. Tot slot kan u ook nog filteren op activiteitstypen. Deze activiteiten zijn klantspecifiek, dus hier ziet u uw eigen activiteiten. U kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om enkel data weer te geven voor de activiteiten laden en lossen. Als u de vakjes aanvinkt, past de data zich automatisch aan. Naast een activiteitenrapport van uw chauffeurs, kan u ook een activiteitenrapport van uw voertuigen raadplegen. Klik op de rapporttitel om van rapport te wisselen en selecteer Vehicle Activity Report. Zoals in de vorige rapporten, krijgt u ook hier meer informatie en opties als u over de grafieken beweegt. Ook de filters werken op dezelfde manier, zowel die aan de linkerkant als die met de filterknop. Enkel hebt u hier de keuze om één of meerdere voertuigen of voertuiggroepen te selecteren in plaats van chauffeurs of chauffeursgroepen. Vervolgens kan u het telefoonrapport raadplegen. Klik opnieuw op de rapporttitel en selecteer Telephone Report. Hier ziet u de telefoniedata van al uw chauffeurs. Opnieuw kan u hier op dezelfde manier als bij de andere rapporten werken met de grafieken en filters.
Tot slot kan u nog het Alarm en Event rapport raadplegen. Klik opnieuw op de rapporttitel en selecteer Alarm en Event Report. Ook hier kan u zoals in de andere rapporten dezelfde filters gebruiken, als ook meer informatie verkrijgen door op de grafieken te gaan staan met uw muis. Aan de linkerkant hebt u een extra filter Event Type. Die kan u instellen op Alarm of Event, naar gelang van elk type data u wilt zien. Daarnaast kan u ook filteren op Event. Dit zijn standaard events die gebaseerd zijn op onze trace types. Indien u meer informatie over de reporting module wenst, kunt u contact opnemen met uw projectmanager. Fleet Cockpit Mobile is onze nieuwe mobiele webapp die op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier toelaat om uw vloot op te volgen als u niet op kantoor bent. De app wordt gratis aangeboden bij uw Fleet Cockpit licentie. Om toegang tot Fleet Cockpit Mobile te krijgen, opent u een browser op uw smartphone en gaat u naar fleetcockpitmobile.trimbletl.com. U kunt inloggen met uw bestaande Fleetworks of Fleet Cockpit account. Als u bent aangemeld, worden alle toestellen op de kaart getoond. In de zoekbalk bovenaan het scherm kunt u alle toestellen, toestelgroepen of één specifiek toestel selecteren. Als u op de knop Instellingen in de rechterbovenhoek van de kaart klikt, krijgt u toegang tot het kaartmenu. Daar kunt u de stijl van de kaart wijzigen. U kan er ook voor kiezen om verkeersinformatie en vrachtwagenkenmerken op de kaart weer te geven. Op de kaart ziet u toestellen als markers of clusters. Markers stellen één toestel voor en clusters zijn een groepering van meerdere toestellen in een gebied. Alle toestellen worden automatisch gegroepeerd in een cluster als u uitzoomt. Een marker bevat informatie over het toestel, zoals de toestelnaam en de snelheid. De richting van het voertuig wordt aangegeven door een zwarte pijl. De kleur van de marker komt overeen met de kleur van de activiteit die op dat moment wordt uitgevoerd. Als u op een marker klikt, verschijnt er een pop-up met gedetailleerde informatie, evenals twee knoppen waarmee u naar de alarmen of berichten van het voertuig gaat. De knop in het midden laat toe om het voertuig of de bestuurder te bellen. Clusters geven het aantal markers weer in het midden. De kleuren van de cluster komen overeen met de kleuren van de markers en geven aan in welke mate een bepaald activiteitstype in dat gebied wordt gebruikt. In dit voorbeeld bevat de cluster drie markers en is de activiteit rijden weergegeven in een paarse kleur. Meer paars op de cluster betekent dat meer voertuigen op dat moment rijden. Met Fleet Cockpit Mobile kunt u ook alarmen en berichten van voertuigen raadplegen. Tik op de menuknop en selecteer Alarmen. Standaard worden alle alarmen weergegeven. Met de zoekbalk bovenaan kunt u kiezen of u alarmen van een toestelgroep of een specifiek toestel wil weergeven. De lijst met alarmen wordt verder aangevuld als u naar beneden scrolt. Tik op een alarm om gedetailleerde informatie te zien. Selecteer berichten in het menu om alle berichten te raadplegen. De werking bij alarmen en berichten is hetzelfde. U kunt opnieuw de zoekbalk bovenaan gebruiken en scrollen door de berichtenlijst. Druk op een bericht om de volledige tekst weer te geven. U ziet zowel alarmen en berichten tot 7 dagen terug. Ten slotte kunt u bepaalde instellingen aanpassen. Ga naar Instellingen in het menu. Hier kunt u kiezen welke informatie op de markers wordt getoond. De snelheid, het assettype, de richting en de toestelnaam. Dit was het laatste onderdeel van deze presentatie van Fleet Cockpit Mobile. Als u nog vragen heeft, stel deze gerust in de chatbox van deze webinar.